Oh. Zo. Zo. Ha. Nou. He. Het jaar is begonnen, hè, want poeh, wat een jaar. Nou, was het. Maar zitten we nog in, bedoel ik. Nou, ik moet even kwijt, want het kwartje viel in één keer. Ik denk, oh, zo zit het. Dus, hier. Het jaar is weer begonnen. Breekijzertje, zaklantaarntje en een paar netjes. En goed gevoel natuurlijk. Slecht gevoel moet je niet doen. Maar in één keer viel het kwartje, want hoorde ik dat de World Health Organization die ging gratis vaccinaties geven aan landen die het zelf niet konden betalen. Nou, dat klinkt, hè. Maar toen zat ik een keer na te denken van met die staafjes helemaal achter in je neus, snap je? En dat moet je dan opsturen met je naam erbij. Oh, ik zeg, hé, daar kom ik bekend voor. Voordat corona uitbrak had je ook, wil je weten waar je vanaf stamt? Hier, neem dan een strijkie en stuur het op. Nou, dus, sinds ze weten van dat ze hebben nu, dat kunnen ze knippen in je DNA, Strengel. Dat is de Nobel Prize of Tevreden, die heeft die man gekregen daarvoor. Dus, Nou, die man zat me af te leiden. Dus die had een Nobel, en dan kon hij stukjes veranderen in je DNA, terwijl je leeft. Dat heet RDNA. Dus toen zat ik zo te denken. Kijk, als ze toch alles zou hebben, maar ze hebben jouw DNA nog niet. En je bezittingen hebben ze ook bijna allemaal. En je rechten ben je ook binnenkort kwijt. Het enige wat je dan nog hebt is wie je bent. En dat pakken ze dan af. Ik heb ook wel eens gehoord dat er mensen waren die hadden een speciaal proteïne of zo in hun bloed zitten, in de familie. En dan konden ze de hele wereld mee redden. En toen heeft de farmaceutische industrie dat gewoon afgepakt. Net zoals Monsanto al onze bomen, planten allemaal patenteert en naar hen toe trekt. En dan mag jij helemaal niks meer. Nee. Gemeen, hè? En Monsanto die heeft alleen maar belang erbij dat hij heel veel soja gaat maken, alle tropische regenwouden om gaat hakken voor de vleesindustrie ik zal het even uitleggen. Kijk, je hebt allemaal boeren in Nederland die zijn helemaal afhankelijk gemaakt van een melk-vleesindustrie gedoe. Ja. Nou, dat is natuurlijk geen brood mee te verdienen, want het gaat ze ook niet om de melk of om de koeien. Nee, het gaat ze om de vaccinaties, om de soja, al het hele plaatje eromheen. Daarom leven die boeren. En daarom zijn ze ook helemaal afhankelijk, want elke keer weer nieuwe regels en nieuwe ideeën en nieuwe inzichten en ik weet het allemaal niet. Maar als ik hun was, ten eerste vervuil je al het land en maak je alles stuk en zit je helemaal zwaar onder de subsidie. Je kan beter gewoon omschakelen naar iets wat wel vriendelijk is voor de wereld. Bijvoorbeeld paddenstoelen. Je hebt miljoenen paddenstoelen. Je hebt een schuurtje nodig. Je kunt ze er gewoon in zetten. Och. Ze baggen er ook gewoon doorheen. Hè. Ze doen net of andere mensen niet bestaan. Godsamme. Jongen, zie je nou niet dat het live is? Hè? Vrouwen denken alleen maar aan zichzelf. Oh. Kippen zijn het. Nou ja. Waar was ik gebleven? Kijk, dat heb je nou, hè. Jongen, voor vrouwen moet je niet. Oh, boe. Ik was net zo lekker bezig. Ha. Ze kwekken er gewoon doorheen. Bah. Jongen, nou ja, in ieder geval. Hè, nou. Jongen. Nou ja, einde van het filmpje, het jaar is begonnen. En ik was net rustig hier zo. Ik denk, weet je wat, ik heb zoveel stress van die lui in me. Ik ga gewoon even een straatje pakken. Want ik had gezien dat het salamandertje zo weer ging lopen. En dit is echt een salamanderstraatje. Dus ik denk, ik ga even hier mijn energie. Want ik mag naar de supermarkt. Als ik daar helemaal opgefokt binnenkom, ja, dan loopt het natuurlijk uit de hand. Dus ik moet eerst even rustig worden. Ha, nou ja. Dat was het dan maar weer. Nou, hè. Vrouwen, begin er maar naar dan. Doei.
Begin er maar aan, ze vangen je. Laat me zitten.